Yo mensen en welkom op een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Enklitch en jullie hebben het gezien, de nieuwe intro is er dus eindelijk. Laat jullie mening achter beneden in de reacties wat jullie ervan vinden. En laten we beginnen met het deel 11 van Beyond Two Souls. En let's freaking go en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Jody, ik hoop niet dat je gaat springen. Please guys, doe alvast dat blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren als jullie nieuw zijn of jullie zijn ook nog niet geabonneerd. Zeker doen voor meer. Kunnen we tegen 2 december 225 abonnees halen? De 225 abonnees. Zou dat echt super zijn. Wat happened to you, Stan? Ik ben een beetje in elkaar gemotst, zeker. If it wasn't for Jody, I'd still be lying there. You should have seen it. There were 4 guys. Jody kicked herself some ass. Did you know those guys? Yeah, I've seen them before. You know, those kids come down here looking for a one-way fight. They got them phones with the cameras and... I guess they like to show off. Ja, waarschijnlijk, maar dan doe je dat nog niet op daksle. Crazy motherfuckers. Ja. They got me once. Still haven't recovered. Zoals ik daar juist wel zeggen, dat doe je niet op daklozen, hè. Dat is onmenselijk. How did you end up here? Well, I was a high school teacher. Hola. Till I stopped being able to pay back the loans. Lost my house, my job, all my friends. Ended up here on Dead End Drive. Leerkrachten zijn niet altijd mijn beste vrienden geweest, zal ik zo zeggen. I'm so fucking cold. Drugs. Daarom dat ik zeg, guys, van geen drugs doen. I found a bridge about, I don't know, 6 months ago. Up to the Walter. Jimmy showed up. Susie's been here, what, like 3 weeks? How about you, Jody? You haven't said much about yourself. Nee, maar ik ben ook niet zo'n uitslovertje. Some things that I'm not proud of. Until I realized I was being used. I know that. This is gonna sound really strange, but I'm different. We zijn allemaal anders. You said you were different, Jody. In what way? It doesn't matter anymore. When is your baby due? Next month. Oh, okay. She hasn't been kicking for days. Moet ze nog niet bevallen, dat is chance. My boyfriend. Ik hoop dat ik dan niet te zien hoef. Echt waar, guys. Ik hoop dat ik dan niet moet zien. And now I'm really worried. I hope the baby's okay. Kunnen we dan niet zien of zoiets? Tuesday. Do you want to know how your baby is? Give me your hands. Wat, maar nee, dat heb ik je dat gevraagd? Nee. Hopla. Holy crap. Don't worry about your baby.
Everything's all right. How do you know? I know. I saw her. Trust me! Oké. Okay. Is er nog iets dat we hier kunnen doen voor iemand? Kunnen die man zijn pijn laten verdwijnen? Kom op, guys. Jezus, dat is raar. Dat blijft niet houden. Dat trekt altijd terug. Wat moet je doen? Dat zijn toch twee apart? Nee? Of moet je... Jezus, dat werkt niet. Zullen we een keer proberen op 2 op 1. Het werkt niet al te goed, ik zal het zo zeggen, maar ik probeer er iets van te doen. Dus... Oh, hey. Hey, maar guys, dit is echt niet gemakkelijk, zo. Ah, ja, ja, het zijn met 2 op 1, dus dat moeten we dus doen. Maar het is niet gemakkelijk om die alle twee samen te laten komen, zo goed. Kom op! Het is foefelwerk. Ja, voilà. Kunnen we de andere nu ook nog doen, een beetje meer. Oef. The pain's gone. How did you do that? Hoe ik dat doe? Een ware tovenaar verklapt nooit zijn trucken. Of een ware goochelaar, what the fuck ever. Graag gedaan, Belo. What are you doing? Trust me. Trust me. What the fuck, daar staat een man of een vrouw. Ik weet niet, daar staat een persoon naast die. Holy crap. It's been a long time, Stan. 4 long years. Nancy, it can't be you. It is me, my love. I never left. I've been here beside you all this time. Oh my God. Breaks my heart to see you so lost, so desperate. Oh shit. Wat gebeurt hier? I'm empty without you, my love. I'm so empty. Stop living in the past, Stan. Nothing's gonna change what we had together. Now you have to start a new life. Go back to work. Fall in love. Just be happy again. For me, Stan. God help me, I miss you. Okay. Guys, that is vreemd. Damn miracle. Zeg dat wel. Thanks. Oh nee! Nee, guys. Nee, 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 nee. Tuesday?
Is dat wat ik denk dat het is? We need an ambulance. We need a whole goddamn hospital. No hospital. They'll take my baby. No one's gonna take my baby. Jesus Christ, girl. We ain't got nothing here. Ain't got as much as a blanket, hot water. We got nothing. My baby. I don't want my baby to die. Hold on. Calm down. Calm down. Find a way. All right, Jimmy. Down the road always, there's this old abandoned building. Figure out a way inside. Okay. On the way. Go. Walter, you sit down. You stay here with Tuesday, okay? Okay, dat ziet alsof we een plan hebben, guys. We need. And you, girl. Don't be having no baby till we get back, all right? Oh, nee. But you better damn well hurry! Come on, nu... Ik zweer dat ik. Allee, ik zweer. Ik hoop gewoon dat ik die geboorte niet moet zien. Dat ze dat skippen. Besides, we don't have any money to pay for it anyway. So what are we gonna do? Listen. I want this baby to have a chance. We have a tiny little chance in this big fucked up world. I want it to be warm and have a diapers and a bottle and decent clothes like any other human being. I won't let it be born in the trash under a bridge. I won't. Okay, so what's your plan? Die heeft geen plan zeker. I don't have one. Zie je? But we'll figure it out. Come on. Shit. Hij zit dat en dat te doen en heeft geen plan. That's all we need in there. We just gotta get in. God damn it! Laat dat maar aan mij over, man. There must be a fucking way. Laat dat maar aan mij over. Why? Aiden will do this shit. Just trust me. Yeah, trust me. Aiden! Doe de kartje een keer open, alstublieft. Hopla. Waar is die fucking... Waar is een schakelaar? Nee, dat gaan. Oh! Ik denk dat ik het heb gevonden. Is dat? Ja, rolluiken gaan open. Wat is dat? Nee, misschien hangen daar camera's of zo. Camera's spelen niet in mijn nadelen. Ja, piep, 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 gevonden. Even een keer rondchecken om te zien of er geen tweede camera is of zo. Damn, how the hell did you do that? No time to explain. Let's just take what we need and get out of here. Ah, en pak nog een keer een Pepsi Lemon mee. Ik zit zonder. I took everything I could. En met een Pepsi mee. Oh, there you are. Hurry. Her water broke. Did you get into the building I told you about? Yeah, Walter's there with her. Maar waarom zeggen ze, guys, mijn water is gebroken? Water kan toch niet breken? Het is een vloeistof. Mijn water is gebroken. Oké. Okay. Hoe kan water nu breken? My water broke, of mijn water is gebroken. Dat zeggen ze allemaal als het zover is, hè. Maar hoe kan de fuck water breken? Dat breekt niet, hè. Oh, is dat zo dat appartementachtig shit? Waar ik over gedroomd heb in de laatste of voorlaatste, een van de opkomende video's. Dat in brand gaat schieten of zoiets, zou dat zijn? Ah ja, ik weet niet, hè. Misschien is dat gewoon een droom of een random droom, hè.
Dus dat was ook zo'n krot precies. Oh nee. Just in time, guys. Seems like it's gonna be any minute now. Ja, kom. Ik wil naar buiten. Anybody know what to do? Leave! All of you. Except Jody. Wat? Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Kom, allez meisje, ga naar buiten. You know that I've never done anything like this before. Ja, ik heb daar geen ervaring mee. Okay. Mom. Okay, don't worry. Don't worry, we're gonna figure this out. We're gonna figure this out. I mean, how hard can it be? Zo hard. Oh, nee, 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 nee. I'll just clean up this old mattress. Okay, let me just help you get those off. Oh man, ik word, hier kan ik echt duizelig van worden, hè. Ja, laat dat fucking vooruit schieten, want ik... Wat? Oh, nee, 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 nee. Oh! Kijk naar de andere kant, kijk naar de andere kant. Dat wil ik niet zien. Nee, 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 nee. Oh, die navelstreng. Oh, degoutant. Mol, schoon en wel, maar die navelstreng, ik word er ziek van. Oh, moet ik dan nog zelf knippen, ook zeker? Oh, nee, tuurlijk. Oh. Dat je kniep alleen. Oh, dat is wel mooi. Ik hoop het. Oef. Als er één ding is waar ik echt letterlijk misselijk kan van worden, is gewoon al die navelstreng zien van de, daar waar dat de baby uitkomt. Ja, ik zal het zo zeggen. Tot aan die buik. It's so tiny. It's a girl. Ja, nee, een reus gaat niet zijn, hè. Shit, man. She's goddamn amazing. Hey, watch your language, Walter. Ja. Je mag ook niet meer vloeken naar mijn YouTube, dus past jij maar op, hè. She's more than amazing. She's magnificent. I couldn't have done it without you guys. And Jody. Oh, wel, dat is graag gedaan. Ook al heb ik bijna zitten kotsen, maar bon, sweat. Alles vergeten en vergeven. Dus, guys. Hier zit het dan weer op voor deze video. Hoor me. Voilà, guys. Weer een droevig einde, maar als slot. Laat alvast dat blauw duimpje omhoog achter voor het vervolg. Voor een deel 12. Zijn jullie nog niet geabonneerd, guys? Zeker doen.
sociale media, fanshop staat allemaal beneden in de beschrijving, guys. Dus check it out. Ik zie jullie in de volgende video, guys. Bye bye.